De Groot en Minkema overleven. Als ik een schip zie. Als ik een schip zie, wil ik varen. In dromen doe ik vreemde havens aan. Aan menig vloedlijn moet ik staren. De verte is zo heel ver hier vandaan. Mijn wezen hunkert naar gevaren. Gedachten kiezen vaak het ruime sop. Ik streel een woord als tropenjaren. En oceanen golven door mijn kop. Als ik een schip zie, wil ik varen. Doch zware ankers laten mij niet gaan. En kettingen en tere snaren. Maar ooit, ooit monstert deze jongen aan. Als ik een schip zie, wil ik varen. Nou, dat is de stem van Jan Simon Minkema, de dichter van dit gedicht. Dat heb je weer helemaal mooi gedaan. Dank je wel. Links van naast mij. Oh ja, jij gaat door. Sorry. Nee. Zeg maar. En links van mij zit Frederik de Groot. Ja, en links van mij, dat is hier in de studio, zit Edo van Ekerus. En Edo doet de techniek. En Edo die gaat, als het me niet meer bevalt, gaat hij iets mompelen, iets roepen. Of er tussendoor vertellen. Terug naar jouw gedicht. Ja, en de heren zitten voor mij en rechts van mij. Ja. Ah, fijn. Nou, je eindigt jouw gedicht met... Ik kan het niet zo mooi voordragen als jij dat doet, maar ooit, ooit monstert deze jongen aan. Ja. Kan jij een moment in je leven benoemen dat je denkt, ja, toen ben ik op stap gegaan, toen ben ik aan boord gestapt, toen ben ik fysiek of mentaal ik in beweging gekomen? Nou, bij een aantal beslissingen die, als ik ergens voor gevraagd werd... Als ik gevraagd werd bijvoorbeeld om iets te schrijven... of als ik gevraagd werd om aan een theaterprogramma mee te doen. Want het is natuurlijk ook een soort symbolisch iets, hè? Opstappen of meegaan. Ja, dan dacht ik wel daaraan. Het kan ook op echte reizen slaan. En zo ben ik ooit... Ik had opeens het idee, ik wil naar Mexico. En er waren geen kennis of vrienden die zin hadden om mee te gaan. Ik dacht, nou, dan ga ik alleen. Ik ben naar een reisbureau gegaan. Ik heb een reis geboekt van een paar weken. En ik ben alleen naar Mexico gegaan. En nou, dat was een fantastische reis. Dus ook toen monsterde ik aan, zal ik maar zeggen. Ik kan me nog herinneren dat ik een bord zag bij het hotel. En daar stond vliegtuigje... voor een kort bezoek aan de Rimboe, zoiets, of het oerwoud. Ik dacht, oh, laat ik dat morgen eens doen. En toen ging ik mee en toen waren er 6 mensen. Het was ook een heel klein vliegtuigje en dat rammelde en dat was roestig. En dat was, ik zat erin en de piloot was een beetje een grapjas. Die zei, nou, jullie hoeven echt geen riemen vast te doen, hoor. Want als dit vliegtuigje naar beneden sodemietert, dan is er toch geen redden aan. Dus we zaten allemaal los en allemaal met fototoestellen. Maar ondertussen dacht ik, ik heb helemaal niet thuis verteld dat ik in een vliegtuigje zit voor een dagje Rimboe. Straks storten we naar beneden en ben ik gewoon verdwenen. Was je bang? Ja, ik was wel bang, ja. En toen waren we geland om een heel klein vierkantje grasveld in de Rimboe. En toen dacht ik, oh god, hier moet hij straks ook nog weer omhoog. Nou, het was werkelijk allemaal... Maar die man, die zat nergens mee. Maar wij hadden toch allemaal wel... het was a once-in-a-life experience. Hey, en als uitvoerend kunstenaar, cabaretier, dichter, zijn er dan ook momenten geweest, als ik naar dat gedicht kijk en luister, dat je denkt, ik heb die boot zien liggen, ik had erop gekund, ik wist zelfs wanneer die zou vertrekken, maar ik heb het niet gedaan en ik had er later toch andere gevoelens voor. Dus de gemiste boot. Nou ja, Nee, dat niet. Maar ik heb wel eens aan producties gewerkt die uiteindelijk niet doorgingen. Ja. Dus daar had ik wel ja gezegd. Ja. Maar ja, dan kwamen de grote bazen van de omroep en dan werd dit afgekeurd en dat afgekeurd. Ja. Of moest toch nog maar eens naar gekeken worden of kom maar met een nieuwe opzet.
En dan dacht ik wel eens, ik had hier misschien gewoon niet eens aan moeten beginnen. Ja, terwijl jij misschien het gevoel had, we zitten op die boot is al buiten de haven. Ja. En dan wordt die van Engeland wordt die teruggeroepen. En ja, dan denk zoiets. Je nou, hallo. Ja, halverwege het kanaal, nou ja, toch maar niet, weet je wel, dat. Maar heb jij dat gehad? Heb jij dingen gehad van... dat je volmondig ja zei op iets. En nou, ik heb wel heel vaak de boot, vind ik zelf, wel gemist. Er zijn echt een aantal momenten dat... en misschien was dat niet eens helemaal ten onrecht. Ik weet nog dat ik de grote Willy van Hemert... dat was een man die ontzettend veel televisie heeft gedaan. Een hele leuke man op zich. En die heeft toen een televisieserie bedacht. Dat is... hoe heette dat? Dat weet ik echt niet meer. Dat speelde allemaal door alle eeuwen heen. Dat begon in 1300, zoveel, 1100, 1600, 1700, 1800. En een van de hoofdrollen, of misschien wel de hoofdrol... ik zal het nooit vergeten, is echt heel pijnlijk... over een boot gesproken, zou ik gaan doen. Had hij me aangeboden. En toen ben ik bij hem thuis geweest in Blaricum in de tuin... bij het zwembad en met een cocktail erbij... En toen heb ik gezegd, het is echt vreselijk. Ik zei, meneer Van Hemert, dat ga ik helemaal niet spelen. Het was een gigantisch bedrag, was het geweest. Echt een gigantisch. En toen keek hij me dus echt aan. Hij zegt, dat is mij nog nooit overkomen. Dat iemand nee tegen mij zegt. Maar wat was je reden? Ja, en dat heb ik toen tegen hem verteld. Ik zei, nou, ik ga het proberen uit te leggen. Hebt u wel ooit in die tijd, had je een hele grote serie. Dat was Hendrik de Achtste, een Engelse serie. Keith Michelle speelde voor ook Hendrik. Ik weet het Henry nog, the Eighth. En toen zei ik tegen meneer Van Hemert, heel beleefd, zei ik... Kijk, deze man, heb ik een beetje gevolgd hoe hij dat benaderd heeft... en hij speelde al die verschillende leeftijd van Hendrik de Achtste... en hij zegt, dat is bijna niet te doen. Om het uur ineens ben ik 22 en dan de volgende scène was hij weer 72. Nou, ga zo maar door. Nu ben ik hier, ik heb niet de reputatie van deze man... en nu vraagt u aan mij, het is echt gebeurd, in die tuin, dat ik dus om 11 uur 's ochtends op een paard zit... en dan door de Blaricumse hei hobbel en dartel... en dat ik dan een uur later ben ik ineens 74... maar dan in 1700 zoveel, maar ook in een andere klasse, in een ander beroep... en dat 2 keer 3 keer per dag en dat 3 maanden lang. Ik vond het... En nou, dat is het niet doorgegaan. En het enige wat me wel opviel, is dat het was dus uiteindelijk... terwijl alles wat hij gemaakt heeft, was een succes. Was helemaal niks. Het was dus helemaal niks. Nee. Dus het is wel doorgegaan. Ja. En weet je ook nog wie jouw rol is gaan spelen? Ja, maar ik weet het, maar dat, ook zelfs als ik de naam zou weten... het was echt... ik kon het echt niet. Echt... Een man uit de musicalwereld, een cabaretier. En die zag je ook maar constant denken van waar zijn we nu terechtgekomen. Ja. Het was te veel, zei ik. Dus dat heb ik toen gemist. Maar ja, misschien moet je daar dan ook geen spijt van hebben. Was het uiteindelijk voor jou een terechte beslissing? Ja, dat zou je dan kunnen zeggen. Maar ja, ik heb het wel meer gedaan. Trouwens, wat me wel ontzettend opviel, zat ik net over te kijken en te luisteren toen je dat voordroeg, is dat ik heb hier ook met Edo heb ik een aantal jaren... heb ik een radioprogramma gehad over het geloof. En onder andere heette dat Een Verloren Zoon. En wat mij ontzettend opvalt aan het gedicht... is dat je zou kunnen zeggen... dat als die boot in de thuishaven zou liggen... dan gaan wij op weg. Maar dan is het eigenlijk ook de bedoeling dat we weer thuiskomen. En er wordt wel eens gezegd in dat beroemde verhaal... gelijkenis van Jezus Christus, de verloren zoon... die gaat weg van zijn vader... eet zijn hele erfenis op en komt dan uiteindelijk berooid weer terug. Maar er wordt wel eens gezegd, vind ik heel mooi als gedachte... dat zijn de mensen die ook zichzelf of God of beide terugvinden... omdat ze op stap zijn gegaan. En het is die oudste zoon in het verhaal, die blijft eigenlijk thuis. Die beweegt niet en die moppert maar en die moppert maar. Maar degene die dus het, wat jij gedaan hebt, het risico neemt om een serie te schrijven. Mm-hmm. Je steekt je nek uit door naar Mexico te gaan. Je doet iets, je komt in beweging. En vanuit die beweging kom je altijd ergens terecht. Ja. En ook eigenlijk zegt in mijn idee. Ik heb daar nog nooit over nagedacht, over dat terugkomen. Ik heb het altijd gezien als... weg, zoals de Fransen zeggen, partir, c'est mourir un peu. Dus weggaan is een beetje sterven. Ja. Dat heb ik altijd heel mooi gevonden. Ja. Heel poëtisch. Ja. Maar ik heb nooit gedacht,
ja, je gaat weg en je komt weer terug. En grappig, die gedachte. Ja. Voor mij was het meer toen, hè, want dit is al een aantal jaren geleden geschreven, was het meer het avontuur wat me trok. En nu ben ik bijna 74 en merk ik, ik heb helemaal niet meer de behoefte om naar het buitenland te gaan of in een vliegtuig te stappen. Ik ben al 8 jaar niet in het buitenland geweest. Ik heb dus ook al 8 jaar niet gevlogen. Hoi, 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 hoi. Maar niet omdat ik zo keurig ben, maar omdat ik het eigenlijk niet meer wil. Maar misschien heeft dat te maken met, ja, dan ga ik op vakantie en dan kom ik ook weer terug thuis. En nu vind ik het thuis eigenlijk prima. Ja. Ik was afgelopen weekend was ik in Oudendijk in een kerkje. Daar was een boekenbeurs. Van een kerk vol prachtige boeken. En 2 dames die daar de leiding hadden en die met iedereen een praatje maakten. Nou, ik raakte al heel gauw met een van die vrouwen aan het praten. En toen kwam haar man er ook nog even bij zitten. En die zei, ja, ik lees ook heel veel. En dan hoef ik ook niet op reis, want ik ga op reis in mijn boeken. En toen dacht ik, ja, ik lees ook 2 boeken in de week. Volgens mij is dat mijn reizen geworden. Ja, ja. Wauw. Dus het speelt zich nu allemaal meer af in de geest. Ja, en toch, ik heb een beetje van de afgelopen tijd een beetje zitten spieken wat je allemaal uitspookt. En dat is dus niks, want je bent thuis, dus aanhalingstekens. Maar ik heb toch wel ontdekt dat je dan ineens stiekem, dat weet de Edo niet, ik wist het niet, ga je dus naar die Park Schouwburg toe en ga je daar een beetje opa Knot zitten doen. Het was zo leuk. Er is een tijd een tentoonstelling geweest hier in Hoorn in het museum van de 20e eeuw. En dat heette Kijkbuisvrienden. En, of kijkbuiskinderen, dat weet ik nou niet meer. Maar en die tentoonstelling is per half jaar, die heeft per half jaar verlengd. Dus hij heeft 1,5 jaar is hij er geweest. Dat was een groot succes. En dat ging helemaal over de nostalgie van de kinderprogramma's van Nederland. Nou, Nederland heeft een grote naam wat kinderprogramma's betreft. Ja. En er is ook altijd veel geld ingestoken. En er is altijd gewerkt met goede mensen. Nou, ze hadden allemaal een soort compartiment gemaakt met het decor van Zwiebertje en ja, noem maar op. En zo hadden ze ook een stukje Knots, familie Knots. En toen hadden ze aan mij gevraagd of de hond van opa Knots ook daar mocht liggen. Nou, en die ligt altijd bij mij thuis op de bank. En die heb ik dus 1,5 jaar moeten missen. Maar die had ik inmiddels weer terug, want de tentoonstelling is afgelopen. Ik zeg, ja, dan kom ik. En er was een theaterprogramma gemaakt rond die tentoonstelling. En de man die het, Itver Bosma, die het presenteert en samenstelt, die had mij gebeld. En die zei, ja, en Loekie Knol doet mee en Barry Stevens doet mee. En er zijn een aantal mensen die optreden. En jou zou ik willen vragen om te participeren als praatgast. Dus je komt gewoon op de bank zitten en wat vertellen. En toen dacht ik, nou, dan neem ik die hond mee. Dus ik kwam op en ik leg die hond op de rand van het toneel en zeg dat hij zich rustig moet houden en niet moet blaffen. En ik zag een telefoon staan, dus ik doe tring, tring. En ik zeg tegen de zaal, ja, dat horen jullie niet, maar ik wel. De telefoon gaat, dus ik pak op en ik begin gewoon, val meteen in opa Knots. En ik begin tegen Johanna te praten. Van, Johanna, je stoort me. Ik zit hier met een hele zaal met ettertjes, met kijkbuiskinderen. En nou, ga jij nou je middagdeurtje doen en vanavond zal ik het allemaal vertellen, hè? Ja, goed. Nou, en zo deed ik nog wat improvisaties. Er stonden 2 fuchsia's van plastic. Want het liedje De Fuchsia van Annie Schmid werd gespeeld. Toen riep ik ook, nee, Johanna, ik zit niet achter de geraniums. Dit zijn fuchsia's. Daar heb jij nog een stekkie van. Nou, die zaal vond het gewoon helemaal leuk. En die waren allemaal weer, allemaal volwassenen. Die waren allemaal terug in hun kindertijd. En toen zei ik tijdens het interview, zei ik tegen de zaal, als jullie willen, mogen jullie straks met de hond op de foto. Nou, dat heb ik geweten. Oh. Na afloop ben ik wel een half uur bezig geweest. Dan meer dan 70 mensen, er waren er 300, die wilden allemaal met die hond op de foto. Ja, en dan krijg je een warm bad over je heen. Dan gaan allemaal mensen zeggen, oh, ik kijk er nu met mijn kleinkinderen naar en ik heb het in mijn jeugd zo leuk gevonden. En, maar, oh, mag ik met de hond op de foto? Nou, het was gewoon een feestje. En toen dacht ik, als ik nou nee gezegd had, had ik dit allemaal gemist. En als je dan daar staat en je bent aan het acteren, cabaret, je speelt al die rollen weer, ben je dan zelf ook dan weer aan boord en terug op reis in de zin van... Het rare is, ja, het zit zo in mijn hart. Ja. Ik hoef maar
uit te spreken, Johanna, en ja. Ik ben opa. Ja. En ik hoef maar te zeggen, Hensupmakker, en ik ben onkel X. Ja. Dat is toch iets wat helemaal in mijn DNA is gaan zitten. Ja. Het kost me ook totaal geen moeite. Ja. Maar ik had het nog nooit gedaan. Wow. Sinds de familie Knotts. Want ik heb altijd, ze hebben me wel eens voor een kinderfilm gevraagd om opa te spelen. Dan zei ik, nee, je moet opa niet uit zijn context halen. Ik ga niet in een andere film opeens opa Knotts spelen. Dat vind ik niet passen. Dus okay. Ik heb het nooit gedaan. Dat is mooi. Dat is dus ook weer typisch jou. Dat is dus heel principieel eigenlijk. Je wordt dus eigenlijk een makkelijke keuze zeggen. Ja, geef me een paar honderd euro en ik kom het. Ik doe het wel even. Ja, ze hebben ook een keer gevraagd. Hadden ze Hattie gevraagd om Tante Til te spelen. Dan moest ik onkel X zijn. Ja. En toen zei ik, ja, nee, maar dat voelt voor mij niet. Ja. Kijk, op dit toneel was in het kader van de nostalgie van vroeger. Ja. Ja, dan wil ik wel even de stem van opa Knotts doen. Want zij heeft het zelf wel gedaan als Tante Til in de Sinterklaasfilms, waar ik nog mee gespeeld heb. Ja, dat weet ik. Nou, daar was ik ook voor gevraagd. Maar ik dacht, en toen zei je, nee, dat doe ik niet. Ik zei, ik zou het wel leuk vinden om een wonderlijke, rare, dikke burgemeester te spelen of zo. Maar daar ze wilden eigenlijk op de titelrol kunnen zetten dat de familie Knotts meedeed. En Marnix had ook nee gezegd. Ai. Snap je? Dus ik dacht, maar ik word niet gevraagd als acteur Jan-Simon Minkema, maar ik word gevraagd omdat ik opa Knotts ben geweest. Maar zo'n aanvraag is dus ook een bootje wat vertrekt en daarvan jij zegt... Ik nooit spijt van gehad. Nooit, ja, nee. Dat is dus het principe. En ik vond die mensen aardig, hoor. Ja. Maar ik dacht, nee, dat past niet. Moet ik niet doen. Ja. En ik moet je zeggen, Hattie deed het heel prima. Die ging achter de vleugel zitten als Tante Til en die ging een lied zingen. En ik dacht, ja... Op de een of andere manier past Tante Til als een soort wonderlijke figuur in deze film best wel. Maar nee, ik moet dat niet doen. Ik had ook voor mezelf, ik dacht, ja, dan komt opa of onkel X ook niet tot zijn recht. Ja. En Marnix was gevraagd om neef Herbert te spelen in die film. Maar hij was inmiddels, in de Sinterklaasfilm. Ja, maar die was inmiddels ook 20 jaar ouder. Dus zei hij, ja, maar ja, dat vind ik gewoon niet kunnen. En Marnix had hetzelfde gezegd. Die had notabene ook gezegd, nou, ik wil die burgemeester wel spelen. Dus later had ik Marnix aan de telefoon gezegd, nou, zouden wij nog gaan strijden om een rol? Maar nee, dus dat was een bootje wat voorbij ging. Ja. En daar heb ik ook echt geen spijt van. Ja. En dan kom je 's avonds thuis, was op een zondag geloof ik, dat je daar zat in het park. En wat gebeurt er dan? Dan kijk je om je heen en dan denk je, alle bootjes liggen in de haven en toen? Nou... mijn vriendin Catharina was in de zaal en die zei na afloop, kwam ze naar me toe. En stond ik met mijn bosje bloemen. Ook weer zo grappig. Ik kreeg een half bosje bloemen. Terwijl de mevrouw me toesiste, u krijgt een half bosje, want we hadden er één tekort. Dus dat tussen de coulissen nog even gauw dat grote boeket in tweeën gescheurd. Ik zeg, maar dat maakt toch helemaal niet uit. Nee, maar... Dus ik stond daar met me. En toen zei Catharina, volgens mij moeten we nu uit eten gaan. Want jij moet even wat verwerken. Dus toen zijn we uit eten gegaan en toen heeft zij ook een beetje verteld van hoe zij het ervaren had vanuit de zaal. En zij zei, joh, het was... De mensen zeiden de hele tijd, Ze zagen, ze waren weer even kind. Het is toch mooi dat dat kan, hè? Ja, dus in zo'n setting... Ja, en, nou ja, en toen ik weer thuis was en mijn bloemen in de vaas had gezet, toen dacht ik, dit was een groot cadeau vandaag. Ja. Je krijgt zoveel... Nou, noem het maar liefde of aandacht of erkenning. Al die mensen die dan op de foto willen. En dan gaf ik ze de hond. Ze zeiden, nee, u moet er wel bij, hoor. Wow. Ik dacht dat het alleen om de hond ging. Nee, er was één mevrouw, nou, die was al tegen de 80. Die zei, kan mij die hond schelen? Ik wil met u op de foto. Dus toen ging ze met mijn chansen. En het was zo'n leuk moment. Het was een hele leuke dame. En dus ik dacht, mijn hand om erheen zo en nou... Beetje een grapje maken. En toen zei Catharina later, je had die mevrouw was smoor op je, hoor. Die was zo met je mee naar huis gegaan. Zo lief, zo lief. En ben je dan nog, op zo'n zondag, ben je dan nog speciaal nerveus of zo, als je het podium opstaat, of is dat ook een automatisme? Nee, het was wel heel gek. Dat eerste stukje opa Knotts ging vanzelf, toen ging ik op de bank zitten. En toen gingen ze me vragen, dan kreeg ik opeens zo'n droge mond. Weet je wel, wat je wel eens hebt als je zenuwachtig. Toen dacht ik, zullen we nou krijgen dat ik ga zenuwachtig ga worden? Ja, maar het karakter is weg, hè? Ja, en toen moest ik als mezelf. Jezelf. Maar ik heb het gewoon weggestuurd en dat lukte. En toen kwam later Barry Stevens naast me zitten, Barry. Ja. En toen hebben we zo verschrikkelijk gelachen, want die ken ik ook al heel erg lang. Ja.
En oh, ze lieten van Barry een filmpje zien waar hij aan het acteren was met een levende aap. En toen ging het daarover, hè, over vroeger met dieren in. Dat zou nu allemaal echt niet meer kunnen. En ze zei Barry, het was vreselijk, want weet je, die aap die deed nooit wat hij moest doen. En dan kreeg hij van die meneer die hem trucs geleerd had, kreeg hij klappen. En daar was ik dan bij en dan kreeg die aap klappen omdat hij niet deed wat hij moest doen. Dat vond ik zo zielig. En toen keek hij mij aan en zei hij, heb jij wel eens met een levend dier moeten acteren? En toen wees ik naar die hond die daar lag. Ik zeg, nee, alleen maar met een speelgoedhond. Nou, toen hadden we weer een lach. Mm. Maar nou, het was gewoon een feestje van herkenning. Wow. Hey, iets heel anders, ja, als dat kan. Hè? Een tijdje geleden hebben we het Songfestival gehad. Ja. En ik kijk even nou, niet naar jou, maar naar Edo. Ik weet dat jij hebt daar iets over geschreven. Wat is voor jou het belangrijkste, wat je, zolang als dat nu geleden is, dat je zegt, ja, dat is wat mij, ik heb het opgeschreven, of dat is wat mij is opgevallen. Wat mij is opgevallen, ik was geschokt door het gebrek aan begeleiding van onze kandidaat. Ja. Ja. Ik denk dat hij beschermd had moeten worden door de begeleiding. Ja. En dat is niet gebeurd. Nou denk ik wel, Edo, dat er, heb ik begrepen dat er wel iets unieks aan de hand was of is dat die hele ploeg mensen die dat Europa een paar gemaakt hebben en in de markt hebben gezet, zelf geen structuur hebben. Dus ze hebben eigenlijk geen management. Ze zijn allemaal, zitten ze op het niveau van kleine kinderen die om zich heen kijken, wat gaan we nu doen? Terwijl meestal worden artiesten op managementniveau begeleid en voorbereid, et cetera. Dan had waarschijnlijk de AVRO dat moeten doen. Ja, nou, maar, ik bedoel de AVRO. Ja, dat weet ik. Jawel, maar ze zijn wel gewend, de AVRO ook, dat een artiest zelf een aantal mensen om zich heen heeft die voor de artiest zorgt, die hem beschermt, die hem... Meestal gaat er een regisseur mee. En er gaat meestal ook iemand mee die de choreografie heeft gemaakt. Ja. En die zijn er dan ook om te begeleiden tijdens de repetities. Dus, en die vormen dan toch een soort clan. En die kunnen zo iemand dan een beetje buiten de... Want tegenwoordig is het natuurlijk zo, er zijn niet alleen de camera's, maar er zijn ook honderden mensen met mobiele telefoons. En die willen allemaal met Joost Klein op de, ja, op de foto of op de film. Terwijl het niet altijd uitkomt. En dan ben je al gauw kapsonesleier als je zegt dat het even niet past. Ja. Het was vooraf bekend dat Joost buiten de lijntjes kleurt. Dat het iemand is die zich niet conformeert aan... Juist. Ja. 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 Dus had je extra begeleiding mee moeten geven? Daar had je op moeten anticiperen. Oh, ben ik met je eens, hoor. Ja. Want ook dat hij buiten de lijntjes kleurt was dit jaar ook aantrekkelijk. Hè? Dat was ook het grappige aan hem. Ja. Ik vond het meer een cabaret act dan een song. Maar dat maakt niet uit, het was een act. En ik ben er ook het hele tijd mee bezig geweest. En nog wel, vanmorgen hoorde ik ook nog weer wat op de radio. Maar ik vond het zo sneu. Ik dacht, Robert Vinkenborg schreef op Facebook, ik denk de hele tijd maar aan die jongen op zijn hotelkamer. En toen dacht ik, dat heb ik ook. Dat ik denk, ja, daar zit je nou. Je droom is in duigen gevallen. En je mag niet naar buiten. Want ja, dan staan daar allemaal mensen met mobiele telefoons. En dan zit je daar met een paar mensen waar je het mee gemaakt hebt. En dan moet je dit verwerken. Hoe doet de mens dat? Nou ja, wat mij dan opvalt is dat het eindigt allemaal verweest. En daar gaat het natuurlijk veel over. Hè? Dat zijn moeder en zijn vader is er niet meer. Ja. En hij zit met die vlag over zich heen. Wat je daar ook van vindt, is een ander verhaal. Maar het voelde al heel vaak op dat soort momenten als ik ben alleen. Ik ben, mijn droom wordt bijna verwezenlijkt. En tegelijkertijd ben ik eigenlijk helemaal alleen. Ik zit onder een vlag. En de wereld is met, misschien is dat zo, het is natuurlijk tegenwoordig wel de mode. Hè? Alles gaat tegenwoordig de laatste tijd over prikkels. Dat is het enige woord wat nog zo'n beetje bestaat. Ik heb laatst een hond ontmoet die in een gezin is gekomen. En dan gaat het ook alleen nog over de prikkels. Dat de hond, ja, dat is echt heel leuk, dat de hond te veel prikkels heeft. Dus daar moet rekening mee. Ik snap het ook nog. Dus, en misschien is het nog wel waar ook. Daar gaat het niet om. Maar dan zie je wel dat, tenminste, dat vind ik, dat contrast vond ik ontzettend groot. Zo brutaal, zo open, zo actief. En dan een vlag een half uur over maar je hoofd. Ik ben er niet. Als je naar de clip kijkt, ja, hè?
dan zie je ook een eenling. Er doen heel veel mensen aan mee. Allemaal los van hem. Hij zingt welkom in Europa. En dan zie je daarnaast andere mensen bewegingen maken en dingen doen. Je ziet nooit dat hij een arm om iemand heen slaat of dat iemand een arm om heen. Hij staat de hele tijd in zijn uppie. Ja. En er is nergens, hoe moet je dat nou noemen, visuele verbinding. Het zijn allemaal losse poppetjes. Ja. Dat is zo. Ja. Hij, het is zijn kracht, maar tevens ook zijn zwakte. Want zijn kracht vind ik het bijzondere. De man is bijzonder. Ja. Ja. Hij doet ook bijzonder. Ja. Ja. Dat is zijn kracht. Ja. Maar waarschijnlijk is hij nu toch, of wel zeker, in zijn eigen valkuil gevallen. Ja, toen ik het hoorde, dacht ik, goh, hij zal er toch niet ingestonken zijn. Er zal toch niet iemand zijn die hem gewoon getergd heeft, zodat hij iets heeft gedaan wat eigenlijk niet hoort. Die kans is niet uitgesloten. Nou ja, en dat zou ik heel erg vinden. Maar kijk, als je er wel naar andere mensen of naar andere jaren kijkt, hè, als een zanger of een zangeres drie achtergrond zangeressen of zangers als koortje heeft, hè, dat wordt een beetje de familie van die persoon. Je ziet ze dan ook vaak met elkaar op de bank zitten wachten op de puntentelling. Op de, weet je, dat, die horen dan bij elkaar. Mm-hmm. En dan is bijvoorbeeld het Chakot wel het middelpunt, maar de mensen erachter die meezingen, die vormen een soort warme deken. Ik denk dat dat bij hem helemaal niet zo was. Allemaal eenlingen. Maar het is wel een gepsychologiseerd, want ik weet er natuurlijk geen hout van. Maar ik kijk ernaar en ik heb vooral dat ik denk, ach, arme jongen. Ik krijg bijna vaderlijke gevoelens, omdat ik denk, het is zo groot. Het is zo groot. Miljoenen mensen die je gezien zouden hebben. Mijn hemel. Maar je moet je voorstellen, hij komt in de halve finale. Heeft hij 3 minuten op het podium gestaan. Hij heeft zijn lied gezongen. Gaat van het podium af. Staat stijf van de adrenaline die nog in zijn lichaam zit. Ja. Heeft daar een prestatie geleverd. Komt een cameravrouw tegen die hem op een moment dat hij waarschijnlijk helemaal kapot is, wil filmen. Het verhaal gaat dat het de derde keer was al, dezelfde vrouw. Uh-huh. En het was ook, ze zeggen nu steeds een cameravrouw, want dat klinkt interessant, maar het was gewoon een mevrouw met een mobiele telefoon. Hè? Noemen we die tegenwoordig ook al cameravrouw? Ik dacht dat het iemand was in dienst. Ja, dat dacht ik ook, maar dat maakt het namelijk erger. Ja. Maar het schijnt gewoon iemand met een mobiele telefoon te zijn. En dan denk ik, hij had het ook om kunnen draaien en die mevrouw aan kunnen klagen voor stalking. Ik noem nou maar wat. Maar ja, ik speculeer nu als een gek natuurlijk. Maakten ze daar foto's of film voor de EBU? Of was het een particulier? Dat weet ik niet. Er wordt van alles gesuggereerd, maar ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En niemand weet het echt. Misschien zullen we het ooit horen. Ja. Ik denk maar steeds, laat dat filmpje dan zien. Laat dan zien wat hij gedaan heeft. Dan kunnen we zelf oordelen. Maar dat wordt. Dus ja, het kan erger zijn, dan praat ik nu voor mijn beurt. Het kan ook helemaal niet zo erg zijn. Nou, dan zijn ze goed zuur bij Afrotros en bij de EBU. Want dat mag je niet laten gebeuren dan. Nee. Het heeft ook veel te lang geduurd voordat Tros dit of dat zei. Ik bedoel, dat had ook eerder gekund hoor. Een beetje achter je aan mensen staan. Hmm. Maar ja, goed. Ik heb er een column over geschreven voor de horengids. Aha. Gids te lezen. Ja. Ik ga het lezen. Ja. Ja, weet je wat? Ik maak een bocht nou, maar er gebeurde bij mij iets heel vreemds toen ik daarna zat te kijken thuis. En dat is een déjà vu. Dat wil zeggen, dan ga ik letterlijk een 70 jaar terug. En Freddy, het kleine jochie, die had heel slecht voor zijn gebit gezorgd. En dan ging ik naar de tandarts toe, Jules Hupkes. Jules Hupkes was een vriend van mijn ouders, maar het was wel de tandarts waar ik naartoe moest. Mm-hmm. En die man, die zat met onvoorstelbare, liefdevolle ogen, keek die me altijd aan. Kwam dan dichtbij me, omdat hij dus iets met dat gebit moest. En had het altijd over Jezus Christus. En die zei 3 keer in al die sessies, zei hij, je zult het volgende gaan meemaken. Nu heeft iedereen, hè, dan praten we over 70 jaar terug, hebben we het over de Koude Oorlog, mm-hmm. Amerika, het IJzeren Gordijn. En er komt een moment, en daar moest ik ineens aan denken,
niet alleen bij Gaza en Israël, wat er op dit moment maar speelt in Malmö. Hij zei, er komt, jij zult nog een moment meemaken dat het niet meer daarom gaat, hè, de Koude Oorlog. Mm-hmm. Maar alles waar het om gaat is het Midden-Oosten. Dat zei hij toen. Ach, ja, ja. Midden-Oosten, iedereen kijkt daar en straks Jeruzalem, het Midden-Oosten, daar gaat het zich allemaal afspelen. Mm-hmm. Vond ik zo merkwaardig. Ik zat eraan te denken, hey, hoe kom ik daar nou ineens bij? Ja, dat ik las van de week een artikel in de Volkskrant en dat ging over de Koude Oorlog en dat we toen niet helemaal door hadden dat China nog wel eens heel groot kon worden en invloedrijk. Ja. En ook dat is nu meer aan de hand dan vroeger. Ja. Hè, Rusland, dat was de vijand. Hè. We waren allemaal tegen die kruisraketten, noem het allemaal maar op. Koude Oorlog, ijzeren gordijn. En toen dacht ik ook, ja, wonderlijk dat er nu dingen, met wat jij zegt is waar. En ja, dat de wereldorde gewoon nu anders is. Maar ik vind het zo jammer dat alles zo persoonlijk gemaakt wordt. Dat het meisje wat Israël vertegenwoordigt als zangeres vragen krijgt of ze niet vindt dat ze iedereen in gevaar brengt door mee te doen. En dan denk ik, dat meisje is 18 jaar. Ik vind het best wel hard hoor, om haar zulke vragen te stellen. Een meisje is 18, haar droom is ook meedoen aan een festival, laten zien dat ze mooi kan zingen. En ja, toen dacht ik, waarom doen mensen dit nou? Kijk, als je deze vraag stelt aan de organisatoren, vind ik het wat anders. Mm. Maar maak zo'n meisje nou niet opeens politiek. Ja. En dat is ook aan de hand nu met, ik spring van de hak op de tak, maar met de mensen die protesteren, de studenten die protesteren. We weten niet eens meer wat studenten zijn en wat infiltranten zijn. Ja. Die helemaal niks studeren, maar een zwarte kap over hun kop trekken en de boel kort en klein meppen. Waardoor de studenten nu, en ook sommige docenten, een hele slechte naam krijgen. Maar Jan Simon, dat is waar. En ik denk dat het niet veel erger kan. En wat ik nu ga zeggen was veel minder erg. Maar ik zat 100 jaar geleden op de Amsterdamse toneelschool. Mm-hmm. Wist toen dat die maagdenhuisbezetting aan de gang was. Ja. Ben naar die kerk naast het maagdenhuis gegaan. Ben ik via boven naar binnen gekomen. Toen heeft de Amsterdamse politie de burgemeester besloten om de hele boel kapot te maken. En toen zat ik daar vast. En daar was ook al constant het gerucht dat er politieke bewegingen waren achter de beweging van de studenten. Ja. Om een, hè, een. En was dat zo? Ja, ik denk dat ik een aantal mannen ook daar herkende wel. Want denken, wat doe je hier? Ik was dan een beetje toneelschool, dus docent. En ik hoorde trouwens laatst ineens dat mijn kleinkinderen, die niet zo vreselijk veel met opa op hebben, die denken, nou, het is wel goed met opa, hij speelt een beetje Scrooge en dat is het dan. En toen had Marja zijn oma gezegd van, ja, maar opa, die heeft ook bij het maagdenhuis gezeten. En toen ineens, toen steeg jij iemand in achting. Ja. Ik weet nog wel dat ik eruit gesleept ben en ik weet ook nog dat ik voor de rechter gestaan heb en solidair ben geweest. En toen geloof ik gezegd heb, zoiets was het, u wordt veroordeeld tot 80 gulden of zo. Mm. En toen zei ik, nee, ik weet dat de echte studenten, die moesten allemaal 150 betalen. Heb ik ook 150 betaald. Maar het is in die zin, was dat toen ook al zo aan de hand. Wat was toen de reden van de bezetting? De bezetting was volgens mij, als ik het goed herinner, hoort ook erg bij de jaren 60. Inspraak in het bestuur. Inspraak in wat studenten dus kunnen zeggen over het aangeboden leerplan. De wijze van onderwijs, daar commentaar op kunnen geven. En dat eigenlijk de ontheiliging, als dat een woord is in dit verband, van de docent, van dus de decaan. Iets was het. Lokaal. Ja, maar het was wel. Dus, ja. Maar het speelde bij vele universiteiten. Ja. Toch? Ja. Want wanneer was dat hele gebeuren in Parijs, dat was later, hè? Ja, Parijs was ietsje later. Dan krijg je, Nou, ik vond het leuk jullie weer te ontmoeten. En we kijken uit naar, hij heeft nog ongeveer 666 gedichten geschreven, Jan Simon. Hm. Dus dan gaan we daar de volgende keer. Edo, bedankt.
Edo, bedankt. Jan Simon, bedankt. Ja, ja. Jan, en ook Frederik. Jan Simon, Frederik. En dan mag je zelf uitkiezen. Tot de volgende podcast. Tot de volgende. Ja. Dank jullie wel. Deze podcast is een Horen Radio productie.